Toen ik op de middelbare school zat, wilde ik eigenlijk naar de kunstacademie. Ik vond het tekenen op school het allerleukste vak, tekenen, handarbeid. Ik deed toelatingsexamen voor de kunstacademie. Ik mocht komen. En mijn moeder zei, daar kan je het droge brood niet mee verdienen. En ik kwam toelatingsexamen doen en het was zo'n vrij gevochten bende. Nou, als meisje uit een Twents dorp, dat durfde ik niet aan. Dus ik ben hele andere dingen gaan doen. Ik ben in het onderwijs, ik ben socioloog geworden, vooral in de gezondheidszorg gewerkt. En op mijn 55ste dacht ik, nu ben ik er wel aan toe. Ik had mijn droge brood verdiend en toen ben ik alsnog naar de kunstacademie gegaan. Nou, dat is 11, 12 jaar geleden. En ja, ik geniet er nu volop van. Ik vind het heerlijk om met kunst bezig te zijn. Ik ben zelf kunstenaar, ik ben artistiek coördinator hier van de stichting Indigo, kunsthal Hof 88 in Almelo. En ik vul er mijn hele week mee met de combinatie. Ik vind het leuk. Mooi, vindt u het ook leuk dat andere mensen zo van uw werk genieten? Want ik vind het zelf prachtig mooi werk. Ja, nou, ja, dat vind ik leuk. Dat heb je met dit soort dagen. Komen mensen terug omdat ze nou, hier als eerder geweest zijn en weten dat ik me met gebouwen bezighoud, met architectuur. En er zijn ook mensen die komen de achterdeur in en lopen meteen door. Kijken rond van, dit is het niet. Die zoeken hele andere kunst. Maar het is fijn om te weten dat er mensen zijn die mijn werk waarderen. Ja, vind ik leuk. Ik hoor ook dat er gemeenten zijn die uw werk waarderen. Ja, maar dat hangt ook samen. Ik had een serie gemaakt met toen hier het nieuwe stadhuis gebouwd werd. En het geluk dat ik dat mocht exposeren met de opening van het stadhuis. En toen is er in kringen hier van de gemeente, van de organisaties die de bouw gedaan hebben. Een burgemeester uit een omliggende gemeente, die had al eens ooit wat van me gekocht. En heeft zijn collectie weer aangevuld. Dat was een leuke expositie. En het was voor mij heel leuk, omdat er weinig terugkwam in mijn atelier. Ik heb er nog één werk aan overgehouden. Prachtig mooi. Gaat er nog meer voor gemeentes werken? Nou, ligt niet in het verschiet, maar ik heb niks gepland. Ik schilder, ik zoek een onderwerp wat ik boeiend vind. En ik heb momenteel ook een galerie die mijn werk meeneemt naar beurzen in het land. Dat vind ik al heel geweldig. Ik hou het zo af en ik zie gewoon hoe het verder gaat.